Ja, hij was... Ja. Gaat hij stoppen? Het is alweer jaren geleden dat Robert van der Corput, beter bekend als Hartwell, hier begon in Jansen met draaien als upcoming talentvolle DJ. Maar aan al deze fame en glory komt nu een eind, want hij heeft bekendgemaakt dat hij gaat stoppen. Aan onze vraag hoe de inwoners van Breda dit slechte nieuws ervaren. Wat vind je ervan dat DJ Hartwell is gestopt met draaien? Ja, om eerlijk te zijn wist ik niet echt dat hij gestopt was. Maar nu ik het hoor, denk ik van... Ja, begrijpelijk, hoorde al de laatste tijd niet echt veel van hem. Dus op zich. Maar zelf luister ik niet echt naar zijn muziek. Dus vind ik het ook niet heel erg of zo. Jammer, maar als het echt nodig is, dan moet hij dat doen. Ja, ik heb er niet echt een hele goede mening over, maar ik denk dat voor mensen uit Breda hard wel een beetje normaal is. Dus dat de meeste mensen uit Breda denken van ja, boeit ons eigenlijk niet zo. Ja, hij was... Ja. Gaat hij stoppen? Ik wist dat serieus niet. Als ik eerlijk ben, interesseert me niet zo heel gek veel. Ik ben niet echt fan van Hartwell of zo, dus het maakt niet zoveel uit dat hij is gestopt. Ja, wat vind je ervan dat de laatste tijd veel DJ's klagen over een hoge werkdruk en dat ze het allemaal heel zwaar hebben met het reizen en het optreden? Wat vind je daarvan? Ik heb zoiets van, je verdient genoeg geld. Je hebt er zelf voor gekozen om dit te doen. Kon je zelf ook wel verwachten, toch? Dan moet je niet in de showbusiness gaan. Ja, het is zo van, je krijgt gewoon een mooie conversatie, toch? Ik bedoel, ik vind dat ik al te weinig betaald krijg voor bepaalde dingen en zo. Ja, ze hebben wel gelijk, maar ik denk, je tekent daarvoor. Als je DJ wordt, dat woordje, dat is je droom natuurlijk. En dan teken je voor een contract en dan is dat het risico dat je zoveel moet reizen als je echt goed bent. Gedeeltelijk. Ik heb natuurlijk geleefd. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook zelf in de hand houden. Dat is heel moeilijk. Ze zijn jong. Ze zijn natuurlijk, hebben heel veel natuurlijk. Zien heel veel mogelijkheden. Maar alleen ja, de valkuil is natuurlijk dat ze zichzelf toch wel moeten kijken van hoe ver kan ik gaan. En, ga ik niet over de grens? Ik kan me wel voorstellen, als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n Avicii. Het is toch wel hard werken, denk ik. Dus ik kan me wel eens bij voorstellen. En vind je dat ze genoeg betaald krijgen? Meer dan genoeg.